Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 3 oktober, woensdag 3 oktober. Het is bijna 10 uur. Ik ga nog even de kamer opladen en dan nemen we jullie mee. Want Ro en ik en mijn schoonmoeder, dus Ro's moeder, gaan zo meteen op bezoek. En we moeten eigenlijk om 10 uur wezen. Maar ja, ik ben niet een van de makkelijkste. Zal ik het zo eerst maar zeggen. Kom ik later vandaag even op terug. Yep. Heel veel kijkplezier. Ja, ik sta nu even te wachten op Ro en op mijn schoonmoeder. Die halen we even op, gezellig. Mamse, en die komt eraan. Hè? Huh? Wat? Oh, aanbellen. Ja, dat is ook erg handig. Ja. Zijn hem nog een beetje doof aan het worden. Maar ja, dat heb je altijd, hè. Als je ouders op leeftijd zijn, is, ja. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Dus ja, komt ook wel weer goed. We zijn bij oom. Oma. Lekker een beetje aan het wandelen. Ja. In het nieuwe woning. Het is hier wel mooi. Filmen. Ja. Filmen, dat is leuk. U wordt movie star. Ja, filmster. Karin is het ook, ga je gaan. Het is hier best. Best mooi hier. Even nog wat filmen daar. Hier is een leuk fonteintje. Rust even, denk ik. Ijbertje. Neem je even mee in de omgeving. Een zitplekje, zomer. Daar is oom weer. Is dit een beeldhouwwerk? Het hout? Daar naar binnen. Ietsje verder. Verderop erin, denk ik. Nou, zoals jullie wellicht hebben kunnen zien, zijn we dus op bezoek geweest bij oom Ad. Roderick heeft daar een beetje moeilijk mee vandaag. Ja. Vertel. Nou, het is zo, zijn vrouw is 5 jaar geleden overleden. Toen heeft ze een huis moeten verkopen. Nou, het werd te groot voor hem, te veel emoties. Toen is hij naar een verzorgingstehuis gegaan met meerdere kamers voor zichzelf, maar dan wel zelfstandig. En nu woont hij dus in een helemaal in ergens binnen in een klein hokje eigenlijk. Mm-hmm. En dat doet je verdriet. Dat is wat emotioneel geladener, helaas. Dus ja, en hij maakt het, ja, zoals ik kan zien, niet heel goed. Dus het is bij mij begint dan weer te twijfelen van nou,
kan die nog wel komen of kan die niet komen? Op onze bruiloft. Feest, receptie. Receptie. Dus dat, ja goed, het zal waarschijnlijk wel, maar er zit toch weer zo'n twijfel in vandaag, kan die wel, kan die niet? Want hij loopt dan met, nu met de rollator, dat heeft hij nooit gedaan. Nee, en mijn mama, mijn mama, en die liep ook altijd met de rollator. En nu niet meer? Nee, en maar gewoon binnen huis en met de stok. En nu rijdt ze buiten met zo'n scootmobiel, dus. Ja, oké. Okay. Dus. Ja, oké. Okay. Hij kan nu nog lopen. Ja, dat wel. Dat wel. Buiten. Ja. Met, en met een rollator, dus. Ja, en binnen loopt hij zonder rollator. Ik wist niet eens dat hij dat ding had, maar goed. Nee, hij had hem ook niet, maar het is daar verplicht. Oh, hij okay. wil het niet, maar het is daar verplicht. Oké. Het is daar verplicht. Okay. Maar, en omdat jij dus bezig was en met snoeren, ja. heb jij het niet gehoord. Nee. Nee. Okay. Dus hij is ook niet van hemzelf, okay. die rollator. Het is okay. van het... En van de in... Dat huis. Juist. Ja, oké. Okay. Duidelijk, helder weer. Ja, het is weer helder. Weer een beetje gerustgesteld weer iets. Over die rollator. Ja, dat vrees ik denk. Over de racemonstertje. Ja, maar als hij moe is, dan kan hij wel lekker even nog op dat ding zitten. Dat wel. Hij heeft wel weer gelijk een stoeltje bij je zich. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. Op wieltjes en met een handrem. Zo moet je het ook weer bekijken. Ja, dat ook wel. Dat ook wel. Dus... Ik ga deze camera even opladen, want er is nog maar één stripje. Eén batterijtje al. Hey. Omdat ik dat leuk vind. Ja, best leuk. Ja, ja. Oeh, lekker. Ja, daar heb je me toch echt niet mee, hoor. Ik krijg er juist lekker kippenvel van. Dat is leuk. Dat heb ik bijna niet. Nee, moet dat dan? Ja. Lekker leuk. Zit, ja. Nou, is goed. Maar doe maar. Doe dan. Kom dan. Kom dan. Kom maar leunen. Nee, ga maar leunen. En leunen. Zo. Ja, ga maar leunen. Lekker. Omdat ik zeg boe. Ja. Boe. Boe. Ja, piep. Ja, piep. Hè? Kom dan. Kom eens hier. Lady. Kom dan. Oh, mama die heeft wat gezegd. Ja, weet ik niet. Dan zal ik het vanzelf denk ik wel merken.
Ik zou toch het niet weten, maar mijn telefoon ligt nu aan de lader op de eettafel en ik zit voor mijn pc. Ja, en dan moet ik ook nog een keertje naar de wc. Nou, dan gaat u maar lekker naar de wc, E-Play. Ja, maar wij hebben al uw hele mooie niet-vlog gezien. Niet gezien. Ja, niet gezien. Nee, precies. Met geen Jan van Dam erin. Hè? En geen patatgegeten.nl. En ook geen saté. En ook geen saté, ook dat niet. Nee. Nee. Allemaal niet gezien. Allemaal niet gezien. En vond ook niet grappig. Nee, helemaal niet. Nee. Dus daar gaan we ook weer binnenkort mee aan de slag met het niet-verhaal. Nee, daar gaan we niet mee aan de slag. Dus, mijn naam is Karen van der Werf. Ik ben Roderick Samen. En vonden jullie deze vlog wel leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want dat kan u weer tegenwoordig, want daar zijn we weer wat beter in geworden. Ik krijg het ook weer goed. En doe dat belletje aan, dan blijf je op de hoogte. Ja. En niet te vergeten een leuke reactie even hieronder zetten. Ja, dan geef je weer een reactie terug. Zeker.